grappige van een uitgever, die doet eigenlijk niks zelf. Dat wil zeggen, hij schrijft niet, hij illustreert niet, hij geeft niet vorm, hij drukt niet, hij verkoopt niet, maar zorgt dat al die componenten worden samengevoegd. Dus weliswaar een inktvis, maar tegelijkertijd ook een spin in het web tussen al die verschillende personen. En al hun vaardigheden en hun sterke kanten voeg ik bij elkaar en daar komt dat boek uit. Ja, het eerste boek is eigenlijk een soort oefenboek, zou je kunnen zeggen, waarin je alles een keertje meemaakt. En vervolgens ben ik me toch al wel vrij snel gaan richten, juist op kinderen die niet zo vanzelfsprekend uit zichzelf een boek pakken. Mijn boeken beginnen over het algemeen vanaf 9 jaar. Omdat je dan het verschil krijgt tussen je echte leeftijd en het technische niveau van het boek. Als je 6 of 7 bent, dan is een boek, ook al heb je moeite met lezen, niet gauw kinderachtig. Maar als je 9 bent of ouder en je leestechnische niveau ligt niet hoog, dan ervaar je een boek gauw als kinderachtig. Dus wat ik gedaan heb, is dan boeken gemaakt die wel afgestemd zijn op een wat hogere leeftijd, maar die leestechnisch eenvoudiger zijn. Inmiddels zijn er zo'n, ik schat nu tussen 50 en 60 titels. Het maken van een keuze voor een specialiteit is op allerlei fronten belangrijk. Het is voor jezelf belangrijk dat je je daar steeds sterker in kunt ontwikkelen. Maar het maakt mij ook herkenbaar. Ze weten gewoon, de inktvis die staat voor die boeken. En die combinatie is eigenlijk belangrijk. Dus dat je inhoudelijk steeds beter wordt zelf en tegelijkertijd heel herkenbaar wordt. Want door in het begin toch te veel in de breedte, te veel dingen die toevallig op mijn pad kwamen te doen, word je niet herkenbaar.